met daarachter een mascotte. Dat is dus een leeuw. Maar jij hebt mij toevertrouwd dat jij best wel bang bent voor mascottes. Ja, ik vind mascottes dood, hè, jongen. Maar deze ook? Nou ja, kijk, het ziet achterglas, dus het zal mij een bos wezen. Maar ik vind mascottes. Kijk, het ding is van mascottes, je weet niet wat ze gaan doen. Nee, ze kunnen alles maken. Ja, ze kunnen alles maken. Want ja, weet ik veel wie erin zit. Dus eerlijk, blijf lekker daar staan. Wie zijn jullie? Wij zijn een groep medewerkers van Medtronic. En wat doen jullie? Medtronic is een bedrijf dat medische implanteerbare producten distribueert. En jullie schuwen kinderarbeid totaal niet, zie je? Absoluut niet. Nee. Er staat een groep volwassenen met dacht zeker 15 kinderen erbij. En wie zijn dit allemaal? We zijn vandaag met familie en kinderen hier naartoe gekomen om een mooie check te overhandigen aan Series Quest 2015. Zoiets dacht ik al, want ik vind de leeuw nu echt top, want de leeuw heeft de check vast. Dus wat dat betreft is het een topper, dankjewel daarvoor. En wat hebben jullie gedaan voor het Rode Kruis? Nou, van alles. Ons bedrijf helpt elke 2 seconden op deze wereld iemand om leven te verbeteren. En wij hebben die missie doorvertaald naar wat we willen doen voor Series Quest, wat jullie doen. Dus we hebben veilingen gedaan, producten verkocht. Van alles wat je kunt verzinnen de afgelopen weken is er gebeurd binnen Medtronic door de medewerkers. Het bedrijf heeft er ook een steentje aan bijgedragen. En Lenny wil jullie, Lenny, de grote diabetesvriend, de vriend van allerlei kleine kinderen over de hele wereld die diabetes hebben, komt jullie deze check aanbieden. Ja, ik zie dus alleen maar een 2 staan. Ik zie een euro tegen met een 2 eraan. Dus ik kan 224.999. Gebakjes verkocht, verzin hem maar. Jeetje, 25.000 euro. Ja. Dankjewel. En moet ik er nog iets voor draaien of zeggen jullie nou ja, het was allemaal voor het Rode Kruis en dit is tof. Ja, ik draag hem op aan Lenny, zoals ik al zei, die heel veel kinderen over de hele wereld steunt met een diabetesziekte. En daarom willen wij Lion in the Morning Sun draaien. Goed, die ga ik zo meteen draaien voor jullie, dat beloof ik. Nou ja, applausje voor